Fernandez Bottling Company heeft gisteren te Komewijnen de World Without Waste Recycling Center in gebruik genomen. Daarmee is het officiële startsein gegeven voor het duurzaam verwerken van plastic afval, waaronder petflessen. Minister Silvano Tjonga-Hing van Ruimtelijke Ordening en Milieu en directeur Brian Rente van Fernandez Bottling Company verrichten de officiële handelingen. Het project is in Komewijnen gestart, maar het is de bedoeling dat het landelijk zal worden uitgevoerd. Het centrum staat aan de Oost-West-verbinding te Meerzorg nabij de Rotonde. Volgens Renten realiseert zijn bedrijf zich dat het een belangrijke rol te vervullen heeft in het tegengaan van afval. In het bijzonder zwerfafval. En dat we samen met andere fabrikanten in de industrie, met de overheid en het maatschappelijk middenveld inspanningen moeten plegen om onze wereld, onze leefgemeenschappen schoon te houden. Wat houdt World Without Waste in? Het heeft een paar componenten. Op de eerste plaats heeft de Coca-Cola Company aan al haar bottlingpartners wereldwijd gevraagd om zorg te dragen dat uiterlijk in 2030 100% van alle verpakkingen, producten die wij in de markt zetten, verkopen, dat wij die terughalen uit de markt en op een milieuvriendelijke manier verwerken. Dat betekent dus ook dat de verpakking niet mag komen op de public dump, maar dat wij moeten voorkomen dat dat in het milieu terechtkomt. Dat is binnen 10 jaar. En dat is een commitment die de Coca-Cola Company heeft gemaakt wereldwijd en dus ook de Fernandez Bottling Company. Minister Tjonga-Hing is ingenomen met het initiatief van Fernandez Bottling. Hij merkte zelfs op dat wie slechts denkt aan het verhogen van de productie en het maken van winst, zonder daarbij rekening te houden met ons milieu, kortzichtig, egoïstisch en vooral onverantwoordelijk is. Dus een effectieve implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen die wij alle hebben geaccepteerd als ankers voor de overleving van de mensheid, vereist dat we erkennen dat er onlosmakelijke en soms complexe relaties bestaan tussen milieuvervuiling, klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, het menselijk welzijn en uiteindelijk de menselijke gezondheid. Misschien zijn we niet altijd in staat om die relaties tussen onze behandeling van het milieu en de rampen die ons overkomen te begrijpen. Maar we zijn er alle van overtuigd dat die rampen en epidemieën in verband staan met ons soms verfoeilijk gedrag jegens het milieu. De regering Sankt-Toki-Brunswijk heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening ingesteld speciaal om op een gestructureerde en slagvaardige manier de milieuvraagstukken aan te pakken. Minister Silvano Tjonga-Hing van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hij sprak gisteren na de lancering van het World Without Waste Recycling Center te Komewijnen. Dit project, dat een initiatief is van Fernandez Bottling Company, zal ook landelijk worden uitgevoerd.